Ja, daar is hij weer. DJ Fris, dankjewel, dankjewel. Hallo allemaal, mijn naam is Ben van der Linden. We zijn hier vandaag bij de finale. Het is zover. De finale van de Unite Battle of Styles. We hebben alle finalisten hier in de huis. Give it up, geef ze even een applaus. Alle finalisten die zover zijn gekomen. We hebben 4 finalisten van de rap. 5 finalisten van de dans. En het wordt vandaag een hete strijd. Want waar werken ze voor? Waar strijden ze voor? Waar battelen ze voor? Voor de eer, voor de shine, voor de fame. Om de winnaar van de Unite Battle of Styles te zijn. En €1500 prijzengeld. Yes, daar gaat het allemaal om vandaag. Hey, we hebben een super toffe 6 weken achter de rug. Heel tof programma gemaakt met z'n allen. We hebben heel veel toffe inzendingen gehad. Veel toffe artiesten hier in de studio. We hadden Stef, we hadden Ahab, we hadden heel veel artiesten. Laten we even kijken hoe dat eruit zag. Yes, oké, wow, dat was dope. Hey, vond je het nou tof en wil je ze terugzien? Check even ons YouTube kanaal Styles.nl. Like, share en subscribe. En blijf even op de hoogte van alle future events en battles van Styles. Oké, gaan we gelijk aan de slag hier. Vandaag, we gaan even gelijk naar onze vaste panel. We hebben natuurlijk Kid Columbia, DJ Fris en MC Excellent. Hey, Kit, hoe is het met je, jongen? Goed, man. Goed, ja? Man. Beetje moe, maar goed. Beetje moe. Hij is moe. Gisteren gaf jij natuurlijk een workshop, hè? Ja, man. Zeker. Ik heb een workshop gisteren gegeven. En ik hoop dat mensen het bij hebben kunnen houden, man. Want ik heb geen genade getoond gisteren in die workshop. Nee, ik heb het gevoeld. Ik heb ook meegedaan. Ja, ik en zag dat was met een workshop, hoor. Hey. Ik zag me proberen en neervallen. Zullen we anders even een... Even kijken hoe dat eruit zag. Zien, ja, eruit. Even een terugblik naar de workshop van gisteren. Check it out. People, it's time to wake up. So we're gonna do this 2 more times. Because everything starts from here, but you even can start your footwork from here. It doesn't help to push yourself or to hurt your body, because at the end of the day, the body is everything we need. So we be careful. Yes, okay, dat was dope. Harde, hype workshop van Jeffrey. Hey, vond je het nou tof en wil je ook meedoen aan een workshop? We hebben heel veel toffe workshops op het YouTube-kanaal staan. Check it out. Excellent, ga ik gelijk naar jou. Hoe is het met je? Ja, we zijn er, man. We zijn er, sowieso. Ah, yes. Elke week is hij er weer. Hey, we hebben heel veel talent voorbij zien komen de afgelopen weken. Absoluut, man. Absoluut. Maar vandaag wordt wat anders eigenlijk. Hebben we hier mensen live in de studio. Wat verwachten jullie ervan voor vandaag? Ja, al de mensen die hier zijn, zijn er met de reden, man. Zijn er allemaal. Iedereen die hier zit, is hier met de reden, snap je? Dus ik verwacht niks anders dan een spektakel, man. Wie wil het meest die €500 daar en die €500 daar mee naar huis nemen, snap je? Wie wil het meest? Ja, dat gaan we zo meteen zien. Ja, man. Ja, dat gaan we zo meteen zien. Want ik weet, mensen gaan naar huis met blaadje, je weet toch? Dus ja, wie wil het meest, weet je? We gaan het zien. Rap je ass off, dans je ass off. En je hebt een flexe bedrag morgen, man. Als je wakker Let's wordt. Get it. Vanavond al. Flexenblaadje, vanavond eigenlijk vanavond al. Ja, toch? Ja. There you go. Ja, zeker. Oké, Jeffrey, hoe denk jij? Hoe gaat het vandaag lopen? Wat verwacht je ervan? Ik sluit me eigenlijk gewoon helemaal bij hem aan. Ik verwacht dat het wel hype gaat worden. Sowieso omdat iedereen die dans of rap weet dat het gewoon bijna 1,5 jaar, 2 jaar heeft stilgelegen. Niks kunnen doen. Dus ja, voor mij, ik heb vorige week iets gedaan en ik voelde me zo goed dat ik weer mijn ding kwijt kon. Gewoon mijn eigen ding. We zijn dan niet mijn publiek, maar ik hoop dat in jullie terug te zien vandaag. En natuurlijk, have fun, guys.
Yeah, oké. Okay. Yes, sir. Nou, zo voelen, daar sluit ik me zeker bij aan. Ik vind het echt tof om hier met z'n allen weer te zijn. En dat we gewoon weer aan de slag gaan en ons eigen feestje ervan maken. Het is sowieso ook al een stuk gezelliger in de studio. Ja, merk, ja, al die frisse zielen in één keer. Ja, dit moeten we vaker op deze manier gaan doen eigenlijk. Ja. Oké, okay, tof. Hey, zoals elke week hebben we hier een speciale gastjury in de house. Vandaag voor jullie niemand minder dan MC Kingsize en Lloyd Marengo. Let's go! Lloyd in the house. Woop, woop. Get it poppin'. Lloyd Marengo. Now you know. You told me there's no other God who would be as good to me. I fell in love and didn't stop to think what you were doing. Oh, yeah. Yeah, legend in the house. Dankjewel Lloyd. Fijn dat je er bent. Gaan we gelijk over naar ons volgende gastjurylid. Niemand minder dan MC Kingsize. Ja. Je weet hoe laat het is. Shout-out naar Staal, shout-out naar iedereen hier. Je weet toch, big love. Ik ga niet veel praten, ik ga gewoon een paar bars voor jullie gooien a cappella. Dat is beter, je weet toch. Zo stel ik mijzelf het beste voor. Ik ben geboren in Den Haag, maar ik heb scheid aan politiek. Mijn bars die zijn Marseille, het niveau is olympiek. Mijn bars die zijn zo ziek, ze horen thuis in een kliniek. Ik laat die champagneglazen klinken, jullie klinken niet uniek. Het kan me eigenlijk niet schelen wat je vindt van mijn muziek. Of wat je vindt van hoe ik dress, of wat je vindt van mijn publiek. Ik ben zo vaak in de stuur dat die shit lijkt op een fabriek. Het is toch ziek, ik laat je favoriete rapper in paniek. Je moet realiseren, ben de beste, kan niet relativeren. En wil je testen, kan je reanimeren. Hoofd heet, rook hees, ze moeten legaliseren. Ik moest al lang al daar zijn, maar soms is leven niet eerlijk. Kingsize. Bars. Yeah, thanks bro. Hi. Kingsize, Lloyd, ja, fijn dat jullie er zijn man. Kingsize, begin even bij jou, ja? Ja man, zeker. Hi, echt hard. Dope shit. Hey, thanks, man. Misschien, ik ken jou natuurlijk al heel lang, maar misschien weten mensen dat niet van jou. Maar ik ken jou eigenlijk als b-boy van vroeger. Ja man, toen ik heel jong was, eigenlijk is de naam Kingsize eigenlijk was gewoon b-boy Kingsize eigenlijk, back in the days. Ja. Voordat die buiker was, toen was ik alleen nog Kingsize in de lengte soort van, snap je wat ik bedoel? Ja, ja precies. Ja, mooi om te zien. Maar wat is er gebeurd in die tussentijd? Ja, veel bars man. Veel bars. Veel bars. Tuurlijk. Ja, en zo zien we je natuurlijk bij 101 Bars en Wilde Westen. Ja, man. Kan je daar wat meer over vertellen, je carrière bij Wilde Westen? Ja, het is gewoon een Den Haag ding, weet je. Ik ben 2008 eigenlijk samen met Mo begonnen met Wilde Westen. En nu zijn we 2021 en zijn we eigenlijk nog steeds going strong. Dus het is heel tof om te zien, ja man. Echt de Haags ding. Want naast rappen ben je ook achter de schermen actief bij Wilde Westen? Ja man, zeker. Ja man. Ik doe achter de schermen doe ik ook heel veel voor de boys daar op het label. En dat is eigenlijk waar ik overdag het grootste deel van mijn tijd mee bezig ben. En dan s'avonds dan verander ik weer in een artiest en dan ga ik weer de studio in. Ja, ik zou net zeggen, die bars die laten je niet los. Precies. Die is altijd overhand, nog steeds. Man. Mooi. Gruwelijk. Hé, hey, je was ook vader geworden. Ja man. Pas geleden, gefeliciteerd. Ja, zeker. Thanks man. Love. Ja? En zit dat Wilde nog steeds in het Westen dan? Of, Ja, stiekem nog wel een beetje. Maar ja, weet je, we worden ook ouder. Je weet toch? Dus de wildste haren die zijn er wel een beetje vanaf. Je weet toch? Ja, maar goed om te horen. Maar ja, je dropt nog steeds die
harde shit. Dat altijd, dat altijd. Hey, ja, straks ga je ook een live show geven, toch? Aan ja, het man, einde? We gaan sowieso dadelijk eventjes nog even wat hards doen live aan het einde van de show, man. Wow. Ik ben vooral eerst benieuwd naar de mensen die hier zitten, man. Ja, man. Ja, tof. Ik denk wel allemaal, man. Ja, dat, ja. Ik ben met je daarin. Echt, inderdaad. Waar ga je op letten als jij gaat jureren, de acts die je gaat zien? Ik had net ook even met de acts erover. En ik denk voor mij gewoon is de main thing gewoon overtuiging of zo. Ja. Je weet toch? Ja toch, precies. Weet toch, kijk, het is niet... kijk, op een filmpje kan jij 10 keer opnieuw, bij wijze van spreken, filmen of wat dan ook. En nu kijk je gewoon naar, pak jij jouw moment? Ik denk dat dat voor mij het meeste is waar ik naar ga kijken. Van ja, jij hebt jouw momentje, je weet toch, pak jij jouw moment? Ja, ja. Oké, okay, nou, spannend jongens. Jullie weten het, neem die feedback nog even mee. Pak je moment. Je hebt alleen maar 1 kans en dat is nu. Ja? Tof, bedankt Kingside. Jij bedankt, man, bro. Lloyd, ga ik even over naar jou. Ja, man. Ik ben hier, ik ben in omgeving. Ik ken jou ook al van way back. 010 B-Boys, Free Zone. Vroeger als Optima Forma. Ja. Vroeger als kleine jongen namen jullie mij nog mee in allerlei optredens. En later hebben we ook nog samengewerkt in theaterproducties en scholenprojecten. Veel, ja, ja, ja. Jij hebt de laatste documentaire gemaakt over de geschiedenis van de breakdance van de jaren 80 tot heden. Ja, ja, ja. Kun je me daar iets over vertellen? Het was een samenwerking van Dig It Up, het Rotterdamse Stadsarchief. En toen werd ik benaderd door Mike. En toen, ja, op een gegeven moment moet je dan die boys gaan benaderen, omtrent spullen, verhalen. Dus best wel een dingetje. Maar uiteindelijk is het heel mooi geworden. Ja. Dus heel nice, man. Het zag er heel tof uit. Een aantal afleveringen. Ja, 4. 4 afleveringen. Ja, ja, ja. Ik ben ook benieuwd. Waar kan ik dit kijken? Je kan hem gewoon sowieso nog terugchecken. Ook op onze website. Mm-hmm. Het staat ook gewoon op YouTube. Dus er is gewoon genoeg mogelijkheden om hem nog terug te zien, man. Tof, cool. Ja. Hey, en ik zag wat mensen die hier in de finale zitten ook in die documentaire. Ja, klopt. Ja, de meeste van die boys ken ik al behoorlijk lang. En iedereen op een andere manier. Maar het is nice, man. We zitten nu in elkaars achtertuin. Dus dat is funky, als je begrijpt wat ik bedoel. Rotterdams trots. Je weet zelf. En zo heb je eigenlijk ook hiphop en Rotterdam op de kaart gezet in Nederland. Met vele anderen. Ja, een daarvan de grondleggers. Dus super tof. Jij bent eigenlijk van de old school. Heb jij nu ook hiphop gevestigd in de theaters gekregen? Ja. Toch? Het zit eigenlijk zo, even heel snel in de notendop. Ik ben in de jaren 80 begonnen daarmee. Eind jaren 80 werd het natuurlijk minder. De meeste boys gingen rappen. Aan het einde daarvan was ik een van de achtergronddansers van DCO. Was een rapformatie, een van de beste van Nederland. En je weet hoe dat gaat, toch een beetje je dans als die boys van de snap. Je hebt een kleine blokketje, soort van. Dus dat heb ik toen gedaan, midden jaren 90. Had ik een eigen onderneming. Daar kwam Excellent sowieso. Was bro, Twilight. Twilight is cruciaal in mijn carrière geweest, bro. Ik heb 2 sleutelplaatsen in mijn carrière gehad. Dat was eerst Wowpow Studios van de vader van Angelo King. Veel mensen kennen Angelo King, misschien het hele dope rapper van nu. Zijn vader had een studio Wowpow en Coffeeshop Twilight van Lloyd. Yeah. Ik kwam daar stiekem. Kijk, politie moet mij niet komen getten dadelijk, bro. Maar ik kwam stiekem als 15 of 16-jarige jongen. Yeah, kwam ik binnensluipen met cassettebandjes met beats en shit, weet je. Dan speelde ik het daar af en ik kreeg de meest eerlijke feedback altijd daar. Als het garbage was, zeiden ze, hey, gooi weg of dit, dat. Hey, geef maar aan die of die, weet je. Maar als fire was, kreeg ik ook mijn props. En dan ging ik weer naar huis en verdere laboratorium in. Maar Twilight was voor mij de plek waar ik de feedback kreeg, weet je. En wist of ik op het juiste spoor zat of niet. Ja, ja, man. Dus, Twilight, heerlijk. Legendary shit, man, Lloyd. Tof om te horen, ja. Dus dat gebeurde even in die periode. En toen IBE, heel veel buitenlandse dansers. Nou, vanuit daar ga je door. Zelf performen, wat je al aangaf, 010 B-Boys. En heel veel theater maken. En ja, dat is wat ik nog tot heden doe. Ja, ik denk dat jij echt door de jaren heen ook heel veel talenten hebt ontdekt en gemotiveerd om echt in de game actief te zijn. Waaronder ook dus Excellent. Toen hij vorige week hoorde dat je zou komen, toen werd hij helemaal wild. Weet je? Dus, ik heb veel gelachen met deze map. Ja, we hebben heel veel gekke dingen gedaan met dans, om het daarop te houden.
Maar mooi dat het nu ook eigenlijk een erkende artform is geworden. En dat je ook met Lloyd's Company subsidies hebt gekregen. Klop, om klop, jouzelf klop. Te ontwikkelen, maar ja. ook in de theaterwereld. Het was een lange weg hoor. Het was een lange weg. Want je moet ervan uitgaan dat zeg maar, in de periode dat wij daarmee begonnen, althans, ik was daar best wel vroeg mee. Dan ja, heb je heel veel vooral, je hebt heel veel uit te leggen als men dat niet begrijpt. Maar ik had ook wel, zijn ook wel hele mooie dingen. Want zeg maar in 2013 deed ik die choreografie maken voor Justin. Weet je, met Everybody Dance Now. Toen had hij toen gewonnen. Dus ik kreeg al een breder publiek. Kreeg het gevoel van oké, dus dit is breakdance in een andere setting. Daarna had ik nog met Redo ben ik mee aan de slag gegaan. Dus ja, dan gaan dingen ontwikkelen. Dan krijg je turbulentie, snap je? Ja. Vanaf wanneer voel jij dat het een beetje erkend werd? Ga heel eerlijk zeggen, het is, ik heb wel wat wind meegehad, maar ik heb heel lang wind tegen gehad. Ja. En ik moet wel zeggen dat de afgelopen jaren, en ik heb sinds dit jaar heb ik wel echt wel, kan ik wel zeggen dat mijn stichting er ook wel echt staat. Mm-hmm. En nou voel ik ook echt wel dat het gaat. Snap je? Daarvoor ja, 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 ben je ook ja. een beetje aan het pendelen, hier en daar en overal. Ja. Dus nu voelt het dus, wel prettig, mag ik eerlijk zijn. De eerste jaren allemaal dus 10, 20 jaar allemaal voor denk, de love. Iedereen die hier zo zit, weet hoe het gaat. Weet ja, je, de eerste jaren, je kruipt, je valt, je verliest een tand. Alles gebeurt. Ja. Dus dat is hoe het werkt in het leven. Weet je, daar gaan we niet aan ontkomen. Snap je? Dus mooi. Ik wist wel dat die storm kwam, maar ik weet ook dat die op een gegeven moment gaat liggen. En dan ga ik door. Ja. Ja. En zo kan ik wel zeggen dat jij een van de legendes van Nederland bent die altijd achter de schermen veel heeft gedaan. Ook met onze tv-ervaring met Battle of the Dancefloor. Heeft hij alles achter de schermen ervaren. Ja. Ook leuke tijden. Ja, man. Ja, tot ja, aan ja. nu met je eigen company en erkend. Dus vind ik mooi. Gewoon liefde geven aan mensen, man. Ja, mensen helpen altijd. Als je kan delen, moet je delen. En delen brengt meer. Men denkt vaak van delen maakt minder. Maar je moet niet denken aan het systeem zoals hoe wij die hebben gecreëerd. Maar je moet denken aan het systeem zoals hoe het heelal het wil zien. En als je deelt, dan heb je meer. Dus je moet gewoon openstaan voor mensen en altijd delen. Mooi, mooi. Ja. Die nemen we mee. Dope, dope. One love, Lloyd Marengo. Super tof dat jullie hier allebei zijn. Even nog, Lloyd, waar ga je op letten tijdens de beoordeling van de Sowieso denk ik dat het gewoon heel eerlijk is. Dat iedereen gewoon heel veel plezier en het leuk moet hebben. Maar om ook competitief ernaar te kijken. De mensen die honger hebben, move meestal anders. En dat ga je dan op een gegeven moment zien. Ja, toch? Oké, nou dat belooft heel wat. Belooft heel wat. We hebben er echt zin in. Dit gaat spektakel worden, denk ik. Gaan we door naar het programma. Want wat gaan we doen? Even een uitleg over de battles die nu zometeen gaan plaatsvinden. We hebben zometeen een 4-way battle. Je ziet dit hier op de vloer. 4 deelnemers, 4 finalisten staan op de hoeken. Iedereen krijgt 2 runs. En ze moeten dus alles geven om de jury te overtuigen dat zij die winnaar zijn. Dat zij recht hebben om die titel te pakken van de Battle of Styles. Dansers, zijn jullie er klaar voor? Ja? Jury, zijn jullie er klaar voor? Sorry, ja? DJ! Hey, ik ben er ook altijd klaar voor. Altijd ik denk dat klaar. Iedereen on the spot, zou ik zeggen, man. Yes. Dan gaan we zo meteen rocken. Kom eventjes erbij. We beginnen met de dans. Hi, oké. DJ, are you ready? Dansers, zijn jullie klaar? Ja? Let's go, let's battle! Let it go, get low. I just can't hold back and forth, cause I'm the girl with show. In control and effect, so what the heck is the disco tech? Let's move, look up here! He's on the camera, freeze while I animate. I'm no amateur, I'ma laminate. I'ma assassinate all the imitates. That I'ma take the work and meditate. Let it go, get low. I just can't hold back and forth, cause I'm the girl with show. In control and effect, so what the heck? The disco tech is this groove, it's like X. Let it go, get low. I just can't hold back. Cause I'm the girl with show and controlling effects. So what the heck? The disco tech is as groove as the next. Let it tease on the camera, freeze while I animate. I'm no amateur, I'ma laminate. I'ma assassinate all the imitates. Then I'ma take the work funky. And meditate. Let me think about it. Put my little noodle on a problem, then I drink about it. Drink a little, swig a little, sip a little, spill a little, feel a little loopy when I get a little tipsy. Bees got me feeling like a gypsy. Smoke around my hookah got me feeling like a hip trip. Gone for a minute, if you miss me now, Fergie back with a bag full of tricks. Let it go, get low. I just can't hold back and forth, cause I'm a girl with soul and controlling effects. So what the heck? The disco tech is as cool as the next. Tease on the camera, freeze when I animate. I'm no amateur, I'm a laminate. I'm a assassin.
hier is Patrick Doza. Come on. Oh shit. Yeah, Patrick. Come on, brother. Woo. Ga door, ga door. Keihard. Shake hands, shake hands, shake hands. Respect, goed gedaan. Ik hoor het al, fire. En toch die respect achteraf. Goed zo, alleen maar liefde. Keihard. Ja, Oké, dat was hem. De battle. Super hard. Jullie krijgen even allemaal een box van mij nog. Respect. 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 DJ te erg. Vind te erg. Ik ga jullie even wat vragen stellen. Maar de jury heeft nu even de tijd om naar achter te lopen. En jullie mogen heel even gaan kijken in beraad. En even goed gaan overleggen wat jullie ervan vonden. En die 1, 2, 3 en 4 spot worden. Ja, hè? Wie de eerste is, wie de tweede is, wie de derde is en wie de vierde is geëindigd. Ja, ja? Ja, 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 spannend, spannend, spannend. Tot die tijd kunnen jullie even op adem komen. Maar ga ik jullie even wat vragen stellen. Hoe ging het, Vin? Hoe ging het bij jou? Ging prima, ging goed. Ik ben blij om weer op een event te zijn. So, thanks guys. Ja? Ah, dus applausje voor Vin. Dat is natuurlijk ook al waar we het eerder over hadden. Hè? Dat jullie hebben allemaal zijn lang niet op plekken geweest. Weet je? Het is fijn om denk ik weer ergens gewoon je ding te kunnen doen. En dan ja. Is het niet veel publiek. Ik bedoel, we zijn met een klein clubje, maar het is wel gewoon hype publiek. Weet je? Dus dat is, daar krijg je toch altijd wel weer een boost van me. Lijkt me zo. Jullie zijn toch denk ik een jaar lang niet op events geweest. Maar jullie hebben zeker niet stilgestaan in de trainingszaal. Katira, heb je alles gegeven? Zeker. En ik voel me ook echt vereerd om tussen de boys te staan. Vereerd om tussen de boys te staan. Ja, respect. Mooi, mooi, mooi. En voor ons is het een hele eer dat jij hier bij ons bent. Ja, ja, echt heel tof. Dietje, hoe gaat het? Ja, lekker man. Ja? Ja. Super tof. Wanneer was jouw laatste battle? Ja, goeie. Ja. Ik denk bijna 2 jaar geleden. Maar De laatste battle die ik heb gedaan, ja, was niet echt zo'n battle, maar dat was Crashfest van Tovik. Oh ja. Maar ja, dat was ook een dope setting, dope vibe. Maar het was niet een battle wat wij gewend zijn. Ja. Dus een echte battle zoals dit heb ik echt, maak ik nu na lange tijd weer even mee. Wanneer was die? Die battle die je net noemde, wanneer was dat? Dat was vorig jaar, december. Vorig jaar december, oh, ja. Oké. Dus nog wel een beetje binnen coronatijden nog wel. Ja, een beetje binnen de coronatijden. Dus ander soort battle. Ja, precies. Ja. Ja. Maar deze vibe voel ik wel, weet je, er is een beetje publiek. Weet je, ja, ik voel me gewoon heerlijk hier, man. Ja. Lekker, man. Ja, nice. Nou, ja. En ook een eer om jou hier te hebben. Even een applausje inderdaad voor Dietje. Nice. Dankjewel. Ik geef de microfoon even aan Patrick. Patrick, hoe ging het bij jou? Ja, zoals Anna al zei, we hebben eigenlijk best wel lang niks gedaan. Dus het is fijn om even weer een keer een battle te doen. Om even die adrenaline te krijgen. En weer een beetje gretig worden. Want het is toch een belangrijk aspect van breakdance. En door te battelen, dan ga je ook jezelf meer testen om beter te worden. Dus je pusht jezelf meer. En dat is fijn om weer te hebben. Ja, fijn, fijn. Oké, tof. En wat vond je van je tegenstanders? Ja, sowieso geweldig. Goede energie, goede dansers. Ja, gewoon top. Jury is volgens mij er bijna klaar voor. Ik pak deze weer even aan. Ze doen er lang over, dus het is een moeilijke beslissing geweest, denk ik. Ik geef jou de mic alweer. Ja, het feit dat het zo lang duurt is alleen maar iets positiefs eigenlijk. Dat betekent dat de battle heel close was en dat het precies, ja. Lastig is om een beslissing te nemen, toch? Oké, maar yes, ze zijn eruit. Die smaal op zijn gezicht, ik zie het alweer. Ze hebben een mooie... Was het moeilijk? Behoorlijk moeilijk. Oké. Zullen we het bekendmaken? Nee, we gaan eerst de rap doen. Oké, de rappers, kom erbij. Let's next Gizzo. Up. We hebben Young Monk, Cooper, Noordin en Youssef Kadouri.
DJ, ben je er klaar voor? Altijd. Jury, altijd. Zijn jullie er klaar voor? Rappers, sowieso. Zijn jullie er klaar voor? Let's go. Let's go. Ah. Young Monk. Check it. Ah. Ik zie geen competitie, de enige dappen ik. Mannen die me willen battelen, die kijken als een bitch. What the fuck is dit? Het lijkt wel alsof dit een grapje is. Je probeert te klimmen, maar pas op dat je geen stapje mist. Ik heb je raps gecheckt, iets waar ik geen respect voor heb. Je capt, je zegt niks waarvan ik een hoge pet op heb. Noem dit geen battle rap, ik zie geen tegenstand. Je hand ophouden, maar eindigen met een lege hand. Waar is je verhaal? Je maakt te veel kabaal. Rappen over vissers, maar dat doen we s'avonds allemaal. Je herhaalt elk verhaal, je verhaal is niet verbouw. Jij en ik zijn niet hetzelfde. Ik versta niet eens je taal. Waar kom je vandaan? Want je bevindt je nu op mijn gebied. Ik ben al niet bekend, maar ik weet excellent, twijfelt niet. Ayo King zei, hiphop heeft er weer een kind bij. De spirit en de feeling van de killer bee zit in mij. Wie fokt met me? Lyricaal zal ik je omleggen. Met opzet zal ik je net als dieren opzetten. Ja, ISF. Luister, ja, yeah. Gewoon een track voor jullie, ja? Yeah? Al die jongens rennen voor saaf. Denken vrij te kunnen zijn door hier te leven als het dwaas. Willen niks weten als het niet op papieren gaat. Denk je vrij te kunnen zijn met money bij je dag in slaaf. Ren niet achter money aan, money aan. Het leven draait niet om geld en faam. Zorg dat het beter gaat, beter gaat. Let op je family voordat je... Wees geen geldslaaf, je leven is meer waard. Ik weet wat je meemaakt, maar geld is geen meetgraad. Als iemand je neerhaalt en je naar je heer gaat, ik verzeker jullie, dan ben je niet meer straat. Verzorg je gebed goed, al ligt je bed goed. Zorg dat je je best doet en automatisch flex voelt. Ik red mijn ziel, voordat ik hem verniel. Door alles wat ik zie, ik zweer de duivel die is real. Ben op een andere missie, want alles wat ik zie is een fictie als Disney. En die mail maakt niet happy. Rust komt van binnen naar buiten en niet omgekeerd. Je wordt pas echt rijk als je in jezelf investeert. Leer je eigen kennen en een dikje kunnen. Zeg je dat je het niet kan, dan gaat het ook never lukken. Je kan wel blijven rennen, maar vergeet niet om te rusten. Neem een kijkje om je heen, deel met je broer en ook je zus. Al die jongens rennen voor saaf. Denk je vrij te kunnen zijn door hier te leven als het dwaas. Willen niks weten als het niet op papieren gaat. Denk je vrij te kunnen zijn met money bij je dag in slaaf. Ren niet achter money aan, money aan. Het leven draait niet om geld en faam. Zorg dat het beter gaat, beter gaat. Let op je family. Luister, je kan het lot niet fucken, karma komt je halen. Vroeg of laat zal je alles gaan betalen. Doe goed en het goede komt na je. Luister naar mijn woorden, dan hoor je mijn hart praten. Iedereen kan winst maken als die knoppen omzet. Kijk je naar de kosten of zie je alleen de omzet? Ben je de type die oplet en doorheeft wat die opgeeft? Lijkt alsof ik dom ben. Omdat ik niet meega, zo zit ik even in de knoop. De tweestrijd is mega, weet dat ik alleen ga. Voel me soms eenzaam, omdat mijn brada en de groep Sepp niet meepraat. Ey, 3 uur 's nachts, het is nog laat op de straat. Ik heb net Hilo afgezet, maar denk nog lang niet aan slaap. Ik laat de volume aan en heb je best niet op repeat staan. Terwijl ik wat van P draai, doe ik wel het beat aan. Al die jongens rennen voor saaf. Denken vrij te kunnen zijn door hier te leven als het dwaas. Willen niks weten als het niet om papieren gaat. En die beat gaat offbeat, maar ja. Doe het gewoon, man. Yeah, yeah, doe yeah. Het. Youssef Kadoury in the house. Snelle iets, snelle iets, snelle iets. Gataar, gataar. Ha? Ah. Hey. Sta even stil bij mijn leven, we hebben niks gekregen. We stallen zelf pakken, dus we komen ondernemen. Begon met ondernemen om te klimmen uit die put. Nu kom je zeggen het is geluk, die je komt jezelf tegen. Ken de dagen in de regen, de dagen in de stegen. Rennen met de negen, op zoek naar die fucking paper. Dagen op de wegen, na nachten in de auto. Je plannen vallen snel al in de zoek, net zoals Sauto. Mijn bief wil ik doorbakken, maar die shit die klaar ik rauw ook. Kom maar met je matties, yo, je gang die gaat dan oud bro. Ik ben niet oud bro, maar ik ben niet jong. Ik zit ertussenin, kom check de plek waar het begon. In de wijk kan het chill. We trapten op die bal. Had dromen van een proef, maar homie, wacht maar tot je valt. Ik werd gekauwd door een klant en die jalla bracht mijn stacks mee. Kon niet met je sannies, maar die houdt het gewoon rechtstreeks. Zelfs in de winter, brada is de buurt die echt deed. Ik woon weer is mijn bijnaam, want ze weet niet hoe ik echt deed. Shit,
Ik geef niks om deze bitch. Blijft me samenseren en ze zegt dat ze me mist. Neem een kijk in mijn verhaal en ik zweer, je gaat geen woord begrijpen. Leef mijn leven, het is niet denken, maar het woord begrijpen. Alles ready als de smokers, maar geen voorgedraaide. Je ziet, we draaien door, want we zijn niet doorgedraaide. Jonge jongen zonder stress, ik was toen zeker vrij. Ik had veel liefde, maar die shit, dat was niet wederzijds. Sunny fucking Dina op een punt, zet ik mijn streepje bij. Alles wat we voorstreden, werd toch weer een tegenstrijd. Ik sta voor de mic en ik kijk op mijn scherm. Wat ga ik ze nu zeggen, wat heb zoveel te vertellen. Dat vertellen die vellen, wil niet de hel in de berg. Ik word rijk voor ik sterf, dat heb ik mama gezegd. Mijn lijf is ingewikkeld, maar die net als een vlecht. We lopen mijn eigen pad, maar die pad is niet recht. Mijn gevoelens zijn weg, want op mijn netvlies is schade. Zeg me wat je wilt, ik breng die stroom met je lader. Ik ben dagen op de road en we planken voor doekoe. Er wordt aan wegen gedacht, omdat ik stond op die oekoes. Ze weten Agatar, nee die komt niet met poekoes. Maar breng de beste kwaliteit, nee ik fok niet met cruzo. Deze jongen is juzo, ik heb geen tijd voor je grappen. Als er money op die plek is, komen wij om te pakken. Want dan pas kan ik pas lachen, deze dagen vol honger. Ik hoop dat je het vat, want we zoeken naar tonnen. Jonge jongen, ben op sommen. Ik heb schaat aan die bonnen, betaal die shit blinde links. We draaien goed net rotonde, ik ben nog goed waar we stonden. Nu ver weg van die plek, ik ben nog steeds van de buurt. Dus beter heb je respect. Yeah, doe dit! Woe! Keihard. Yeah. Mijn homeboy belt en hij zegt, Koep, als je een verhaal voor je track zoekt. Ik heb hier een boy die me helpt, die een tory vertelt en een boring kartel hem vervolgt en hij weg moet. Wil hij er vandoor of een dekdoek? Hij wil dat het spoor even rechts boekt. Toren van Delft aan de voorkant, ik bel als het soort van het spel je zo door hebt gezet, goed? Hij denkt dat ik gek ben, omdat ik het toch doe, omdat ik de weg ken. Omdat ik het opzoek, omdat ik niet wegren. Ik ben een nachtmat, de Cooper dat is Batman. Cooper got the mustard, Cooper die is half wees en half bastard. Cooper is een good boy, Cooper is een rockstar. Cooper heeft een appeltje te schillen met die rat daar. Het is I, dat is Cooper. Ik heb geen bivak, ik heb geen shooter. Ik heb geen pipa, ik heb geen poeder. Ik heb iets meer dan een voet van je moeder. Het is I, dat is Cooper. Jij bent een diva, jij bent een boeler. Zak aan mijn pima, zak aan mijn toeter. Ik heb een beetje genoeg van die shit. Ah, Coop die is klaar met die kat, zo shit. Vraag maar een kaaskoes of dat zo is. Coop die is klaar met de moon en is klaar met die goon. Als die praat over bad boy biz. Jullie zijn wazig, maat. Eén van die kan er niet meer gaan. Op straat. Ander is stoer als ze buigeld staat, maar belt mijn knokploeg als het onze waarborg gaat. Lipt een pet op mijn hoofd, tip geel en ik kan meedoen aan die cloudrap shit. Zit zo slecht niet dood, dit scheelt en wellicht dat ik hem wel ophoud en shit. Denk nou niet dat met drie bar bank ik een vrouw met kids en een trauma fix. Als jij dat van me vraagt, moet je niet gek doen als vervolgens je goud weg. Het is I, dat is Cooper. Ik heb geen bivak, ik heb geen shooter. Ik heb geen bivak, ik heb geen shooter. Ik heb iets meer dan een voet voor je moeder. Het is I, dat is Cooper. Jij bent een diva, jij bent een boele. Zak aan mijn pima, zak aan mijn toeter. Ik heb een beetje genoeg van die shit. Zeg hem dat is de deal van je act. Ik zie geen gram met je ziel in je track. Ik zie geen gram met je reel in je rap. Ik zie een mannetje viel van zijn plek. Oh, braat, jij bent zo macho. Jij bent zo smooth. Ik ben zo katzo. Ik ben zo oeh, maar jij bent zo fuckzo. Ik heb genoeg, Matty, I got you. I don't give where die guy voor zit. Er zijn maten die kijken maar aan. Zo van wie is deze white boy dit? De BI en shit, ik zeg wacht. Allereerst nu ben jij racist, maar begrijp dat ik met de wagen erbij heb gestaan en die kilometers bijhoud pik. Dus als jij nou dit en je maag geeft, zijn we goed. Het is I, dat is Cooper. Ik heb geen bivak, ik heb geen shooter. Ik heb geen bivak, ik heb geen poeder. Ik heb iets meer dan een voet van je moeder. Het is I, dat is Cooper. Ik heb geen bivak, jij bent een boeler. Zak aan mijn pima, zak aan mijn toeter. Ik heb een beetje genoeg van die shit. Het is I, kijk die bas. Ik heb geen bivak, ik heb geen shooter. Ik heb geen bivak, ik heb geen poeder. Ik heb iets meer dan een voet van je moeder. Het is I, dat is Cooper. Jij bent een diva, jij bent een boele. Zak aan mijn pima, zak aan mijn toeter. Ik heb een beetje genoeg van je shit. Woe, Cooper in the building. Yes, yes, yes. Next up, round two, round two. Yeah, get it, Young Monk. Produceerd door Young Monk, alle tweede beats. Check it, probeer het te volgen, wordt lastig. Hey yo, wat weet je van waangedachten die telkens aandacht pakken? Denken dat je mat is op je ski, maar je bent aan het wachten tot ze komen met flikkeracties. Dat gebeurt in een fractie, ik hoef geen advies, fuck die matties, ben niet meer op takkies. De druk is hoog, ik kan niet rappen op een kutniveau. De wereld is vies, het lijkt mooi van buiten als ik kussen sloop. Ik wil geen onderdeel zijn als ik ergens tussen loop. Ik ben alleen buiten van werk alsof ik drugs verkoop. Ik isoleer mezelf voor 24 uur in mijn kamer. Ben niet eens de type rapper om een hit te maken. Weer alleen dat mensen horen hoeveel werk erin zit. Ik weet dat de radio me niet draait in deze business. Ik wil geen platenbaas die mij vertelt wat ik moet doen. Dus werk ik voor mezelf en beperk ik domme mensen, huh? Ik ben een leider en ben de enige in het team. Dat is ook de reden dat ik van menigte niks wil zien. Je hoeft me niks te laten zien van je strategie. Ik murder jou als ik rap, dus ik gebruik mijn wapen niet. Ik doe op my way en niemand is er blij mee. Want hij weet dat hij mee kon rappen, niet in mijn mij, nee.
Ze willen worden niet fokken met de stijl. Trap de deur in als Biggie en nu horen ze me wel. Ook al horen ze me niet, ik verloor nog nooit mezelf. Ik schrijf geschiedenis, maar niemand wordt geboren als een held. Nee, ik ben gevallen als de Europese bank. Het was crisis, net als 2008 in Nederland. Maar ik bouwde het op, en yo, mijn ouders zijn trots. Ik heb mijn fouten verstopt, want vroeger ik wou naar de top. Mensen voelen dit, ik vraag me af hoe doe ik dit. Ik ben gewoon mezelf, ik heb doekoe, maar ik doe niet rich. Voor elk label die me vaak probeert te mailen. Nee, ik teken geen contracten die ze later weer verbreken, shit. Huh. Yeah, Young Monk in the house. Hi. Gruwelijk. King Size kent deze beat, hè? Ja man, alleen maar bars gaan we gooien. Vorig was met refrein, dit is alleen bars. Ligging uit, maar nu ben ik weer opeens wakker. Voetstappen waren luid, maar nu steeds zachter. Ik wil naar huis, ik zie hier niemand, dus ik schreeuw harder. Geen geluid, kom uit de mond, lig hier alleen achter. In paniek, maar ik probeer mezelf gerust te stellen. Drie vragen, twee stemmen die ze aan me stellen. Ken je de profeet en de metgezellen? Ik denk niet na, geen stress, dat doe ik al vanzelf. Mama, ik zie je straks weer terug. Ik ben op in aan het wachten aan het einde van de brug. Zie oude familieleden die me welkom heet. Weet niet hoe ze heten, maar ben opgelucht, maar ben niet in mijn eentje. Ik leef met het idee dat echt niks moet. Maar fouten maken moet, geen hoogmoed. Eén ding zat vast, kul wahed die moet. Ik zweef en ik ben nu in een goede moed. Maakt niet uit wat je doet, je zit altijd fout. Volgens een ander met een ander beeld, dus wat wie creëer nou? Zorg gauw dat je doet wat van je houdt. Ik overdrijf niet, ik drijf die haters in het nauw. Niemand kan me wat maken, niks te maken. Ik ben één met de maker van de aarde. Waarde, fok, ga je zonder liefde heen. Waardeer je lot, je eigen waarde nummer 1. Hoe ben je vrij als je je voor een kopstuk rent? Je bent niet blij zelfs als je de kopstuk bent. Criminaliteit, omdat je geen geduld hebt. Niet overtuigd dat geld een vorm van geluk brengt. Let op, koude bars geen Letland. Breng je verlichting als een motherfucking ledlamp. Letterlijk want, ik zorg dat je Neverland. Geloof erin, net als Wendy doet in Peter Pan. Ik ben aan. En ik ben niet uit te krijgen, buiten krijgen. Jij en ik ook eens om daarin thuis te blijven uitkijken. Voor mensen die als mij lijken. Check mijn poko's en ga mij lijken. Mijn lijst die zijn nice, geen punt. Gun iedereen in mijn lijst, één slice, geen drum. Wees op alles voorbereid, let op details als kunst. Het leven is een reis, jij reist als je rust. Het paradijs verblijf ik in, ik blijf een kind. Volg niemand blindelings, ik laat die blinden links. Het kwartje is gevallen en daarom verdubbel ik. Daarom verdubbel ik. Ik pak de middenweg, ga brada, volg elke hint. Ik ben met Tizzle aan de volgende stap. Op een dag emigreer ik naar een ander land. Waar de zon is, holla, de baat is vol. Vroeger met de drerries, heel de divo-maat is vol. Loepen van het doezoe, maatje nog geen koploper kopen. Hagen op en neer, kon ook een mooie klok kopen. Wat wil je van me weten? Ik rij niet graag. Maar wanneer de beat inkomt, opeens stamina. Ik sta niet aan waar jullie staan, ben in mijn eigen land. Ik rap graag, maar ik heb ook gewoon een baan. Kom niet met je commentaar, brada, hou je commentaar. Kalm aan, kan je laten zoeken naar je immunian. Ik zie weinig rappers op niveau. Scare rappers zoeken heel hun libido. Ze wilden lyrics van de lyrics in mijn hoofd. Voor je praatjes ben ik doof. Ik heb mijn pijn al lang verdoofd. Bang. Bang. Ja man. Bars, bars, bars. Yeah, yeah. Ah. Hey. Ah. Hey. Gataar, gataar. Ah. Hey. Geen stress, zijn al mijn jongens, we gaan breken. Jacht die kogel door de kerk, pauze, neem even een break, man. Vraag niet of they can, because I can. Ben bezig, motherfucker, neem me niet in de zeik. En ben met een wijf die lijkt op Barbie en ze zei can I be the one for you, I ga niet denken dat ik tijd heb. Wanneer je lastig doet, dan ga ik je vermijden. Kom mijn fucking kop niet stressen, ik kom zo'n douche, yeah. Willow COVID, de ziek voor deze tijdperk. Ik krijg je vlinders in je buik, maar al die vlinders die zijn vlijmscherp. Ah nee, ik blijf erg, want mijn teksten zijn gevaarlijk. Net alsof ik in een mijn werk, ah. Ik kom plof als de dynamiet. Ik kom met echte dingen wanneer ik voor dynamiet. Ik ben een baasneef, check de hiërarchie wanneer ik lood ga. Schrijf op buren net de hieroglyf. Het leven dat we leven wordt steeds gekker en gekker. Te lang geslapen op de stacks en toeken wapen. Ik heb die stroom met een stekker, brada, ik ben een stekker. Ik kan niet bouwen op sletten, moet mijn stappen gaan zetten. Ik zat met ratten in fletten, zakken dik jou een fletten. En neef je valt niet te redden, pak je brood, ga beleggen. Kijk niet raar als mijn jongens je inzet op je zetten. Of een strap op je zetten en neef dit zijn echte werkers. Je gaat down als je wil fokken, ik kan jou dan beperken. Je wordt de tering in geslagen als ik visie bewerken. We zijn vroes all day, maar die laat het je merken. Ik zoek vloes all day, maar die zonder te werken. Yeah, nu dit. Bang, bang. Deze beat is heerlijk, man.
Ai. Soy el mapache. Ik moet nog veel dingen doen zometeen, dus een wattertje. Ik zou niet in discussie met mij willen gaan, want dan wordt het een latertje. Oh my bro, ik ben zo vervelend. Ik kom hier niet voor het overnemen. Ik kom hier om die edgy lords en hun fancy horse hun ego te strelen. Zo van, zo speciaal. Jij bent uniek, dope verhaal. Jij wil muziek, zo verbaal. Ik hoor je niet, dove taal. Groei je ziel als je er eentje hebt. Moei facile is niet de levensweg. Goeie deal is wat je beter checkt. Hoezo nieuw, Mathie, ik weet de weg. Ik ben er toch nu, snij een druppie. Paas met die schotsen, draai een tippie. Wij kunnen botsen, why so hippie? Jouw zus krijgt een faya hickey. Eentjes in oorlog voeren mag niet. Eentjes doen aan een groepsverkrachting. Geen fatu, dat is true, ik lach niet. Soms doe je beter goed aan afzien. Kom niet bij mij met je badjas shit. Jij weet niet eens wat een badjas is. Jij zit zo in de knoop met jezelf dat je homie de helft van je dag bezit. Dat is fucked up shit. Mikey flow, maar I got that shit. Geen in de rij die problemen met mij kan berekenen. Kijk naar Riba als spits. No go shit, nou dat kan niet, maat. Ik hoor hoe jij met je mannen praat. Dat is niet nice, je bent dan niet kwaad. Jij denkt serieus dat het je alpha maakt. Kameraad, jij bent in de war. Doe dat niet, fucking stupid. Veel onzeker, minder hard. Coop is lief, fucking coop it. Jij kom hier, in mijn stad. Poet of wie, fucking lose it. Toch geen taf man, rennen grap. Crew jou ziet, fucking move it. Kinderspel is je hoek en je flows. Ben je zo gang is je roede maar bro. Big boy jij tot je koepen beroofd. Jij hebt sowieso poep in je hoofd. Jij bent strontkop man, is een no-go. Jij droomt van een baan bij de popo. Jij hoopt op smaam met een londo. Jij bloot hoop zaad bij de toto. Jij gaat met haat op de foto. Jij praat veel zaad, je bent vogel. Jij koestert te veel van die shit, hoe de wereld niet zit. Jij bent raar, maar niet loco, maat, hou op, je bent fucking vaag. Jij bent de kop van de kat vandaag. Niet naar de stop waar je stappen maakt. Let nou maar op, je hebt zat gevraagd. Dat is klasse waard. Lord of the ring, ik ben massagraaf. King of the string als je tanga klaagt. En ik kinkel hem in als de kassa staat. Wordt niet getekend, ik ben te gevaarlijk. En mensen verstaan me en voelen die shit. Toch al een betere pen op mijn naam en is wenselijk. Laat me maar roelen die drip. Klop het in rekening brengen, ik schaam me niet gangster. Je praat naar de Cooper het spit. Toch al een betere denken, niet praten, wat doe je met dit? Yeah, dat was Cooper. Bang, bang, bang. Hey. Even respect naar alle rappers hier. Young Monk, good job. Youssef, blijf even aan de staan, jongens. Blijf even staan. Noordin, gruwelijk. Cooper, in the house. Yes, nice, nice, nice. Ik denk dat we eventjes de jury de tijd geven om even te overleggen. Jury, loop even naar achter. En dan geef ik Young Monk even de microfoon. Hoe ging het, Young Monk? Ja. Ja, ik had eigenlijk nog... het tweede stukje willen doen, maar ik was eventjes iets kwijt. Dus, maar ik denk dat die eerste wel redelijk ging. En die tweede was sowieso hoe ik het wou. Dus, ik zag de jury heel enthousiast reageren in ieder geval. Je had er ook een beetje bij betrokken in je tekst. Nice. Ja, man, ja, zeker. Zeker. Ik hoorde ook iets over een eigen beat. Ja, man, zeker. Ik maak nu een jaartje, anderhalf jaar eigen beats ook. Omdat ik gewoon het meeste fok met mijn eigen stijl, snap je? Dus ik wil ook dat ik rap op mijn eigen stijl. Ja. Dus ja, zo hou ik het een beetje erin. Gruwelijk, eigen beats hebben we erbij gemaakt. Horen jullie dat? Jury, Young Monk had zijn eigen beats erbij. Zeker misschien een pluspuntje. En een applausje. Wat ik vond ze heel tof. Nice. Geef even de mic anders aan Cooper. Ja, dat is goed. Gang, 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 gang. Cooper, tof dat je hier bent. Heavy beats ook. Draai een beetje. Ik moet me draaien naar welke naar hier. Ja, dan zien mensen hier thuis. Ja. Hi. Want hi, Cooper, mensen kennen jou als rapper. Als battle rapper ook eigenlijk. Klopt, zal ik even naar jou komen? Kom even hier gezellig erbij, ja. Maar ik ken jou ook als breakdancer van vroeger. Ja, klopt. Ik liep als heel klein jongetje hier al rond, hè. Ja, klopt. Ik ben, oorspronkelijk was ik deel van de Tiny Top Rocks. Dat was onze crew. Wij waren die hele motion. We wonnen niet veel, maar wij waren de shit, Mattie. Ja. En big ups naar Terrence voor al T-bone. Die T-Bone van Hutte. Hij kijkt, hij volgt je. Ook Styles member. Trots meester van deze toffe rap. Is dat dan Delft? Hij is mijn grote broer inmiddels geworden. Ja, dat is een topfan. Ja, en zo zie je, van het een komt het anders. Van rap naar dans, naar graffiti, naar DJ. Ik zag Fris ook laatst een windmill proberen bij een van de workshops van Staus. Spontaan paste die in een windmill uit. Ja. Tof man. Hey, maar dit waren twee van jouw tracks? Ja, dit waren twee van de tracks van mijn nieuw album ook. Van zijn nieuw album? De tweede is Mapache, die heb ik vandaag uitgebracht. Die is om 10:00 vanochtend is die released. Oh, wow. En van de eerste heb ik toevallig ook de beat gemaakt. Dus ik vind het keihard om te horen. Oké, keihard, dat is good shit. Nice. Oké, en... maar jij was ook bij Excellent wel eens bij de Punch-Out Battles, heb ik gehoord. Ja, klopt. Excellent, ik ken elkaar wat langer ook van POB inderdaad. Heb je veel battles gedaan?
Ik heb er 6 gedaan. 6, oké. Okay. Ja. Ja. En ook nog andere battles? Hard of zo? Nee. Dat heb ik. Dat is uiteindelijk. Ik ben wel een keertje uitgenodigd. Maar er waren wat fricties tussen de leaks. En ik dacht, nou, laat ik niet te veel stoken. Oké. Hey, misschien Young Monk. Heb jij wel eens gebattled? Of was dit jouw eerste battle eigenlijk? Nou, ik ben 16, man. Dus ik kom net kijken. Dus ik heb nog niet heel veel. Oké. Nou, zijn eerste ook een applausje waard. Ja. Hi, dope. En nou vraag ik het ook van jullie. Hebben jullie wel eens gebatteld, jongens? Nee, man. Maar ik vind het wel lauw, zeg maar. Vroeger werd dit volgens mij meer gedaan. Contests en zo. Ik vind het lauw. Maar het komt weer terug, hè? Ik vind het lauw. Ja. Punch-out gaat weer beginnen. Dus ook ja, maar voor, dat is echt direct hier, op de mensen, weet je toch? Ik weet niet of ik dan gewoon meedoen, kan man. Gewoon meedoen. Nee, man, dan ga ik mensen uithalen. Je hebt het wel in. Ik zie het wel. Ja, weet je toch. Ja, man. Goed gedaan. Super tof. Thanks, Noordin, en jij? Nee, man, ik ben ook 16, ik heb zeker niet gebatteld. Dit is dus hier de volgende generatie. Die gaan we zeker nog een keer terugzien, deze twee in een battle samen. Oké, jongens, bedankt. Jury is weer terug. Ja, geef deze maar even. Zijn jullie eruit gekomen? Was het moeilijk? We zijn eruit gekomen. Het was inderdaad, tussen twee posities zaten we heel erg in de knoop, zeg maar. Maar de boven- en de onderste positie waren wat duidelijker. En in het midden ergens was het een beetje puzzelen, maar we zijn eruit, man. Gruwelijk. Nou, dan gaan we het nu niet bekendmaken, want we gaan eerst naar de show van King Size kijken. Check it out. Laat je allemaal even horen voor MC King Size. Wil de beste. Styles, je ziet het. Oh, Mr. Bars for Days. Je kent het. Oh, yeah. Als rappers rappen hoe ik rap, hebben ze 5 schrijvers. Ik doe dit niet voor kijkcijfers, maar voor eindcijfers. Alsof ik afstudeer, mijn domme shit niet afgeleerd. Ik ren de weg voor mijn problemen, maar het blijft bij me. Ik ben een jonge veteraan, ik voel me zwijnstijger. Ik kom niks tekort, maar als het moet, vis ik in 5 vijvers. Met 10 hengels, tegenwoordig is een hele kleine deal al 5 cijfers. Geef je 1 vinger, dan komen er 10 tengels. Ben een man van mijn woord, dit is het woord van een man. En ik zweer opgeven, dat komt niet voor in mijn plan. In de stad is geen love, mijn jongen houdt al van kans. Dus je gaat niet halen, nee, van ben je Jean-Claude Van Dam. Dus weet als jij een kick geeft, dat ik geen kick geef. Die Spotify is leuk, maar soms mis ik mixtapes. Was dom en jong, maar ik leerde van mijn mistakes. Die dikke is er nog steeds, get your shit straight. Ik kom eenmans als Ismo. Die Burberry trui ruikt naar wiet uit San Francisco. Helemaal stoned in de stuur, pak de Uber. Maar we dromen van een waggie die je rijdt in Gran Turismo. Life of an underdog of an outsider. Ik haat al die shine, maar ik kan je outshine als het moet. Je hebt de hoop homies, maar wie zijn er als het moet? Ik draag trinnen als het kan, maar heb designer als het moet. En alleen een grapkist zorgt dat ik hem misluk. Dreef van de buurt zeg het is die dikke geluk. Ik ben niet veel meer in de buurt, maar toch wens ik ze geluk. Ik kan niet liever in de rap dan dat ik zit in de drugs, maar dat is logisch. Ik kan niet omgaan met mijn emoties. De honger die doet pijn en soms werkt het psychologisch. Ik rook exotisch, het maakt me filosofisch. Ik ken per oude skeren mannen, maar ze spelen OG's. Ik heb hem samenbrengen net de conferentie. Ik zie geen concurrentie, want ik was altijd al de best, maar mis de consistentie. Alleen degene in de spiegel draagt de consequenties. Dus ik kan niet kop of overgeven, droomde van dit leven toen ik overleefde. En dingen lopen hoe ze lopen, dat is op hoop van zegen. Weten wat je wil in life, dat is de grootste zegen. En een hele hoop gekregen, ook een hoop gegeven. En daarom gaf ik het terug. Een middelvinger naar iedereen die me stak in mijn rug. Ik heb al bijna 15 taaien als deze stad op mijn rug. Ik had een gat in mijn hand, nu spring ik een gat in de lucht. Want die traan van verdriet, die werd de traan van geluk. Ik heb al zo lang beloofd aan mijn ma dat het lukt. Met 7 groene op in catch en dan slaan we ze stuk. Want ik ga liever uit eten dan ik ga naar de club. Real talk net Fernando. Shit, ik blow lang, ik ben al lang zo. Draai me blow lang, die blow brandt als ik langsloop. Rappers pakken andermans flows, ik vind het kansloos. Eén ze op, altijd de op als je een kant koos. Die money die was blakka net de Angolees. Wat is niet altijd wat was geweest. En buiten uit zijn flow, het lijkt op Mars getaped. Die mensen willen bars en ik heb bars voor deze. Shout out naar Styles. Je kent het. Hou op, Dil. yeah, what? King Size. Te erg. Dat is mooi hoor. Hey. Bars for days. Ja. Hey, te gruwelijk iedereen hier in de huis. Dankjewel. King Size nog één keer. Dankjewel. Dope. Hey, dit was het. Ja, je bent even stil van, hè? Even stil van. Maar dit was hem, jongens. Dit is het moment waar we nu op zitten te wachten. Ja. De bekendmaking van de finales. Wie vond de jury het luister? Wie vond de jury het tofste? Wie heeft er het hardst hier gestreden op de vloer? Ik wil de jury er even bij halen.
Kom even staan, kom even erbij staan. Ja. Ja, ja, ja. Ik denk, ik ga ook alvast dit eventjes pak geven. Pak even die artworks erbij. Wel handig Lloyd. Erbij, hè? Die kan je even pakken. Beginnen we anders met de dans. De rap. Yes. Ja, zeker. Jullie mogen zeker wat zeggen. Want we zijn erg benieuwd naar jullie mening. We hebben de hoofdprijs. Finale plaats. First place is €500. €250 voor de tweede plaats. Cash. €500 voor de eerste plaats. En €250 voor de tweede plaats voor de rap. En dan hebben we ook nog natuurlijk voor de derde plaats. Allebei een goodie bag. Styles. Van Styles Originals. Check the gear. Zo. En die krijg je er ook nog bij. Oké. Waarmee gaan we beginnen? Zullen we even met de dans beginnen? Dans als eerste. Ja, zeker. Sowieso voor alle finalisten, of het nou om rap ging of dans. Ik heb sowieso genoten. En het is gewoon echt nice om te zien hoe iedereen zijn eigen ding doet. Echt superveel respect, want je weet hoe dat gaat. Je doet het niet over één dag ijs. Dus hoe dan ook, verliezers zijn er niet. Zijn uiteindelijk alleen maar winnaars. Het blijft lastig als je mensen hebt die gewoon aan elkaar gewaagd zijn. Dus ik hoop dat jullie ook de uitkomsten respecteren, man. Ja? Dank jullie wel, man. Altijd heel moeilijk om in de jury te zitten. Jeffrey, wat heb jij daar nog op aan te vullen? Eigenlijk heeft Lloyd al bijna alles gezegd. Voor mij zeg ik hetzelfde. Het is gewoon moeilijk, omdat er veel verschillende dansstijlen zijn. Ook natuurlijk andere muziek, misschien niet de muziek die je altijd zou gebruiken, als je de kans hebt. Maar zo, niemand die in staat heeft verloren vandaag. Iedereen die in staat, staat door je om een reden. Mooi gezegd, ja. Dus, helaas kan er maar één winnaar zijn. Ja, oké, inderdaad. Goed gesproken allebei, dank jullie wel. Ik denk dat we eerst beginnen met de derde plaats. Ja, Jeffrey, loop even naar voren. Tromgeroffel. Op de derde plaats. Dosa. Patrick Dosa. Hij neemt de goodie bag. Hij ziet er fresh uit. Gruwelijk, Patrick. Gefeliciteerd, jongen. Gefeliciteerd. Goodie bag in the pocket. Niet voor niks gekomen. Dankjewel. Hoe vond je het om hier te dansen en om hier te strijden in de Battle of Styles? Ja, zoals ik net al zei. Ja, het is echt fijn om weer een keer te battelen, want het is echt heel lang heeft het stilgelegen. Dus dit is echt een fijn moment om even lekker weer gretig te worden en om je shine te pakken en even gewoon hard aan het werk te gaan. En ook respect voor alle dansers hier. Jullie hebben het echt allemaal goed gedaan. En jullie ook bedankt voor het organiseren. Ja toch. Yes. Thanks. En het was een eer om jou hier erbij te hebben. Sowieso, broeder. Sowieso. Is lang geleden. Oké. Nou, next up. Spannend. Voor de tweede plaats, Jeffrey. Tweede plek gaat naar Finn en Nata. Finn en Nata! Wow, shit. Gefeliciteerd. Kijk eens even. Yeah. Zo, lekker zeg, hey. Laat hem even zien voor de camera. Deze twee strijders, kom hier erbij, kom naar ze staan. Goed gedaan. Jongens, respect. Hard gestreden, samen video ingeleverd. Samen gewonnen. Echt heel goed gedaan. Ik geef jullie al even de mic. Wat vonden jullie ervan? Allereerst heb ik volop genoten om hier te staan. Een fysieke evenement. Weet je, de afgelopen jaar was een zwaar jaar geweest voor velen. We hebben veel getraind. En om weer hier te zijn is heel mooi. Ik heb genoten van de andere dansers, de rappers. Jullie die dit organiseren, juryleden. Weet je, het is mooi om dit weer even mee te maken. Ja, dankjewel iedereen voor organiseren en op nog vele jaren break. Yeah. Yes. Oké. En een eer om jullie hier erbij te hebben. Goed gedaan. Oké, en gefeliciteerd. Krijg je nog één box, nog meer respect hier. Alleen maar respect, alleen maar liefde. Perfect om hier weer te zijn. Gevlamd hoor ik hier. Top. Oké, nou dan vind ik het toch wel heel spannend.
wat het gaat worden. We hebben nog die eerste plaats. We hebben nog die eerste prijs. Ja. Deze was echt moeilijk. Maar dit is maar één man uit Amsterdam. Dietje, deze is van jou, man. Dietje! Oh. Yeah, Dietje. Dietje, respect bro, goed gedaan. Je hebt echt met vuur hier gestreden. Je vloog over die dansvloer. Je hebt ook verschillende stijlen volgens mij laten zien. Ja man, hoe is dat gelukt bro? Van power move opeens naar locker en dan terug naar power moves. Wat is gebeurd? En nog met liefst blessure. Blessure heeft hij ook. Geef hem even de mic anders. Ja, ik weet niet. Ik denk dat dit gewoon passie voor dansen is man. En doordat ik zoveel passie voor dansen heb, gebeurt dit allemaal. Weet je? Wow. En ik ga van b-boying naar locking, naar popping, noem maar op. De laatste tijden probeer ik een beetje meerdere stijlen te doen dan alleen maar b-boying. Omdat ik ook het gevoel heb dat ik op die manier ook zelf met mijn break ook veel meer groei. Want dan ga je ook op een gegeven moment ook veel meer anders bewegen. Je hebt het over je passie, DJ. Ja. Wat op zich heel mooi is. En nou weet ik toevallig dat je een Surinaamse boy bent. Maar wat betekent passie in het Surinaams? Passie, waka passie. Is jouw weg toch? Die je moet volgen. Dus is de weg dus die dat je wil moet zeggen dat je goed op weg bent. Ik doe mijn best. Ja man. En dat wordt beloond. En dat wordt beloond. Respect Dietje. Fijn dat je er hier was en super gefeliciteerd. Dan wil ik nog heel even bedanken Katira, onze dame in het midden. Ze heeft het zo goed gedaan. Echt super respect en bedankt dat je hier bent. Je hebt ook echt gevlamd en ik denk dat ik namens iedereen spreek. Dat ik namens iedereen spreek dat we echt hebben genoten van jou. Misschien heb je er nog een klein iets op aan te vullen. Ja, zoals ik net al zei, gewoon, ik ben echt gewoon blij dat ik tegen de big boys mag staan eigenlijk. En gewoon de ervaring ook. In deze gekke tijd kan je niet veel doen. Dus ik ben gewoon blij dat je gewoon toch met elkaar voor de koortje gewoon kan staan. Dus I'm glad. Nou, en dat heb je ook echt goed gedaan. Respect, respect. Super goed gedaan, bedankt. Oké, dansers, allemaal bedankt. Dit zullen we niet snel vergeten, deze battle. En inderdaad, fijn ook om met iedereen weer hier live te zijn en jullie allemaal te zien. Excellent, die loopt dan naar voren. Yes, die staat te popelen, die kan niet wachten. Ja. En terecht. Excellent, ik geef je anders ook even een mic bij. Ja, heb je nog handen over, gaat het lukken? Ja, jawel. Komt goed. Handen deze vol met 2,5 barkie hou ik onder mijn arm eventjes, tot iemand hem van me komt overpakken. Al die prijzen ook, hè? We beginnen met de derde plaats, excellent. Neem het woord. We beginnen met de derde plaats, het was lastig. Heel veel verschillende stijlen hebben we gezien. Was echt best wel een style clash, maar we hebben echt naar alle gekeken, tot in de kleine details. Van de getoonde skill, presentatie, voorbereiding, uitvoering. Alles erop en eraan. En op de derde plaats, de goodie bag gaat naar Youssef, man. Youssef Kadouri, man. Youssef Kadouri! Styles Originals goodie bag. Deze man ziet er fresh uit voor life. Oké. Ja, man. Goed gedaan, Youssef. Sowieso een eer hier om je hier te hebben. We vonden je video werd zo'n goede reactie opgegeven. Hoe vond je het om hier te zijn? Ja, leuk man. Thanks. Thanks voor de uitnodiging sowieso. Was lauw. Ah, gruwelijk. Nou, hey, je hebt gestreden, je hebt je ding gedaan. Je bent in de prijzen gevallen, broeder. Een eer om je hier te hebben. Ja, en we gaan nog veel van jou zien sowieso. En horen in de toekomst. Sowieso, dat ben ik van overtuigd. Zeker. 100%. Yes, en een keihard applaus. Ja man, geef het toch voor Youssef Kadouri man, yes. Sowieso. Yes. Big up. Sowieso. Ja? Na 3 komt 2, ja. Hè? Na 3 komt 2, zeg maar. Nog steeds. Excellent. Ja, ja die was moeilijk man. Ik zeg jullie eerlijk, was moeilijk. Ja, het was niet makkelijk. Ze plaats, hebben het ons niet makkelijk gemaakt. Jullie hebben het ons echt niet makkelijk gemaakt, weet je. Maar de tweede plaats, deze man... gaf ons toch het idee dat hij dit echt speciaal op maat gemaakt heeft voor dit, weet je. Want ik hoorde onze namen zelfs erbij komen, man. Dus Young Monk. Man. Tweede plaats gaat naar jou. Oh, shit. Young man. Goed gedaan. Ja, thanks, man. Young Monk, supergoed gedaan, man. Respect. En je had de jury nog even in je act verwerkt. Je had je eigen beats erbij gemaakt. Het heeft allemaal geholpen. Ja, vertel, man, hoe voelt dat? Man.
Ja, super blij. Ik heb inderdaad voorbereid voor dit. Dus ja, mooi als het dan zo uitpakt. Ja, man. Dat hoorden we ook, man. En dat was uiteindelijk denk ik ook een beetje de doorslag waarom jij nummer 2 hebt gekregen uiteindelijk. Ja, man. Dus je harde werk is beloond, man, strijder. Ja, super. Hard work pays off. Gruwelijk. Hey, ook van jou gaan we hier nog meer zien naar voren. Ik ga de komende jaren heel veel. Ik ben aan het klaarstomen, dus het komt allemaal goed. Dope. Nou, het is een eer om jou hier aan de start van je carrière hier in onze show te hebben. Kijken we later altijd met plezier op terug, denk ik. Oké, nog één hard applaus voor Young Monk. Big up, big up. Ik moet gewoon sowieso nog even toevoegen, Young Monk. Jouw stijl is aardig battle georiënteerd, van wat ik heb gehoord. Je hebt een best wel battle georiënteerde stijl, dus overweeg om mee te doen met Punch Out, bro. De deuren zijn open, je bent welkom. Snap je? Hey bro, en als Excellent dat tegen jou zegt, dan kan je eigenlijk niet meedoen. Dan kan je eigenlijk niet meedoen, je weet toch? Ik zeg al vanaf het begin van het seizoen, een battle MC, je moet uit een bepaalde hout gesneden zijn. Snap je? Ik recognize die shit bij jou, bro. Jij bent uit die hout gesneden, bro. Ja? Dus je bent welkom, bro. Give it up. Yeah. Po. Ja, er blijft er nog eentje over natuurlijk. Hè, ja, die 5 Barkie die ik daar onder je arm zie, toch? Die 5 Wie Barkie. Gaat morgen rennen naar Mediamarkt om een PS5 op te halen? Met die 5 Barkie. Wie gaat die PS5 oppikken morgen? Of wat anders natuurlijk. Het was lastig, maar er zijn nog 2 mannen over. En eentje deed alsof het hem allemaal niks... alsof hij dat elke woensdag doet om 12 uur of zo. Hij deed met zoveel gemak. Ja, Cooper. Hij is voor jou, man. Ik kan alleen zeggen, je kwam met een moeilijke flow en you made it look easy, bro. Yes, sir. Ja, man, 100% man. Je schudde het echt uit je mouw, man. Je kwam heel zelfverzekerd over. Dat vond ik gevaarlijk om te zien. En precies hoe ik zei, bro. Lijkt gewoon alsof je dit 4 keer per dag doet. En dat zijn niet makkelijke flows om live te doen en zo. Wat je daar allemaal eruit gooit, je weet toch? Dus... respect. Ja man, respect. Ik hoop dat ik het op een dag ook 4 keer per dag kan doen. Dat zou helemaal dat mooi zijn. Dat zou mooi zijn en dan elke en dan 4 keer per dag met zo'n eentje onder je arm weglopen. Ja, lekker man. Ja, jongens. Ik vond het keihard. Ik vond trouwens ook, we moeten ook mijn man daar, Noorden, niet vergeten. Want die Noorden, yes, die zeker. Maar ik zal dat ook even toelichten. Want Noorden, ik ga jou eerlijk zeggen, jouw teksten... Ik weet 100% dat levensgevaarlijk gaat klinken op tape. Maar als jij in die telefoon zit, sta je al 2-0 achter. Want je bent niet bezig met wat er om je heen gebeurt, snap je? En live is dat een hele belangrijke aspect van de indruk die je achterlaat. Snap je wat ik bedoel? Klopt wel. En ik ga je eerlijk zeggen, bro, hoe ik je zie dit niet als iets negatiefs, bro. Want jij bent hard en jij bent nog jong. Snap je wat ik bedoel? Dus als jij volgende keer bij zoiets staat... en jij hebt die telefoon niet, dan heb jij misschien wel deze 5 barkie onder jouw arm. Snap je? Want aan jouw rap skills ligt het helemaal niet. Je weet het toch? Ja, man. Het was een beetje hectisch. Je weet het toch? Ja, yeah, respect, Noorden. Feedback is altijd positief, weet je. Daarom. Hier is finale, bro. Als jij niet kon rappen, was jij niet hier. Daarom. Snap je wat ik bedoel? Hier is finale. Anders zat jij hier niet eens in die kamer. Dus... je weet toch, gebruik dit niet als demotivatie, gebruik het als benzine. Van zo, volgende zo keer dan. Zien we jou terug en dan is deze onder jouw arm. Ja, je weet een laatste tip om iets toe te voegen aan wat Kingsize zegt. Ik zei het aan het begin ook al toen je met je telefoon stond en zo. Bro, je kan liever dan een oude lyric doen die je kan dromen. Dan een nieuwe lyric die je zo moet lezen en gaat stombelen. Je struikelt over je woorden op een gegeven moment, snap je? Ja, maar klopt. Volgende keer bro, als je denkt van ik ken die lyric niet uit mijn hoofd, doe eentje. Hou altijd one in de clip. Ik zeg altijd, MC's hebben altijd eentje in de clip. Anytime, 24 hours. Vraag Lloyd. Lloyd weet hoe ik vroeger was. Test mij op anytime van de day, broer. Full clip ready, anytime, bro. Snap je? Dus als jij liever een oude lyric pakt, die had je gewoon met volle overtuiging kunnen doen. Hier een volle delivery. En misschien had jij wel inderdaad die money gepakt, snap je? Ja, man, ja, dus als je niet goed voorbereid bent, ga niet het risico nemen om met een telefoon te rappen. Want presentatie telt ook mee. Ja, yes? Klopt. Zeker. Hi, man. That's it. Oké, tof. Ik wil even iedereen erbij vragen. Kom even allemaal hier staan. Mensen die een prijs hebben, laat hem even zien. Ja. Shake hands. Alleen maar love hier. Alleen maar respect. Hey, dat was hem alweer. 6 weken lang hebben we hier een super tof programma neergezet. Allemaal toffe live act shows.
battles, inzendingen. Wil je het nou terugzien? Kijk allemaal even op ons YouTube-kanaal Staals.nl. Like, share en subscribe. En mijn naam is Ben van der Linden. Ik wil eventjes iedereen bedanken hier. Alle inzendingen, alle video's, alle dansers en finalisten vandaag. Maar natuurlijk ook My Main Man Kingsize. Wacht. Voordat we gaan klappen, wacht. Want ik weet al, Ben gaat iedereen bedanken. Maar wij, vind ik, moeten ook even Staals, Ben, iedereen achter de camera's. Yeah. Chris, iedereen die bezig is geweest met dit project. Excellent. Big up. Er kunnen niet genoeg van dit soort projecten zijn om de youth te motiveren, vind ik. Dus echt major love ook naar jullie. Oh, dankjewel. En het was een eer om te doen met jullie en voor jullie en samen met jullie. En laten we nog maar veel meer van dit soort toffe projecten weer gaan doen. Ja? Oké, excellent, bedankt. Kingsize, bedankt. DJ Frizz, de man achter de schermen die veel heeft gedaan. Kid Columbia hier zo. Lloyd Marengo. Mijn naam is Ben van der Linden. Dank jullie wel allemaal. En we zien jullie bij de volgende Battle of Styles.